Zo, ik neem jullie mee naar de kapper. Dus kunnen jullie zien hoe dat wordt gedaan. Dus ik ga jullie mee pakken. Dat is mijn eigen. Ik doe gewoon iets buiten gewoon haar. Zo. Wow. Dus we gaan echt zien dat het gescheerd is en alles. Dus ik ben wel wat te vroeg. Ben, dus die zijn tegen 2 uur, maar ja, ik ben wel te vroeg. Hoe gaat die? Goed, dankjewel voor het roosje. Het gaat wel met mij. Ik heb het op nummer 1 staan. Maar in mijn hart is veel mensen op nummer 1. Ik kan misschien al naar binnen gaan. Wees te vroeg en te laat, zeggen ze dan. Je kunt nog altijd binnen wachten, je weet. Dus, ik neem jullie wel mee. Zijn jullie er klaar voor? Is het ook al gescheerd worden en een knip moet nu met mij meekomen naar hier. Liever altijd was mijn kapper. En welke kapper ga je? Deze. Op de kap dan straat. Ik ga geen nummer tonen, want anders staat iedereen hier straks voor de deur. En dan heeft hij wel veel klanten. Maar ik, niet in mijn voordeel, want dan moet ik heel de foto gaan. We gaan naar binnen. Dat is kapper Etienne. Hey Robin. Dus ik ga jullie proberen mee te nemen. Oké? Okay? Wel weet je vroeg, maar ben ik kwaad, hè? Zo. Weet je vroeg en te laat, zeggen ze. Ik weet het, ik hoor het. Ik heb je al vaak gezien. Dus daar weet ik het weet. Dus. Dat is spannend. Oh, straks ga je me niet horen praten. Dus. Ik zou niet meer praten. Ik kom altijd overal te vroeg, nooit te laat. Ik ben zeker te laat geweest in mijn leven. Dat ik er even uitvalt of zo. Leuk. Nee, trans. Ja. Dat zie je niet aan, hoor, dat ik trans ben. Ik ben gewoon een man. Ik praat er eigenlijk over, maar niet vaak. Ik ben gewoon een transgender. Maar voor mij ben ik gewoon een man. Het is warm. Het is buiten warm, jongen. Niet normaal. Als de internetverbinding zo goed blijft, en alles hier, maar ik vrees ervoor met de internetverbinding. Ik vrees ervoor. Ik vrees niet ervoor dat de internetverbinding niet zo 100% gaat zijn. Ik ben ook al om eten gegaan en zo, dus spaghetti is er al in. Je zit er ook allemaal in. En dit gaat wat korter. Veel korter. Het kan zijn dat ik dat vanavond ook helemaal ga terug de kleuring gaan steken. En deze ook heel wat kort. Je gaat daar verschil zien. Hè? Zo hoort dat. Zo moet dat zijn, beter doen dan laat. Ik weet niet goed, denk ik, je blijft hangen. Nee, ik denk het ook. Hé, welkom schatje. Ik ben ervoor. Bedankt, ik heb goede internet. Ik bij iedereen hangen.
Ik ga even mijn telefoon doen. Nee, mij niet. Oké, super. Ik dacht, ik doe mijn broer aan. We lijken op elkaar. Ik noem je altijd een minion. Dus ik dacht, ik doe een minion aan. Een broer. Ik heb voor de roosjes. Dankjewel. Dankjewel. Straks heb ik een bouquet. Dankjewel. Ja, het internet. Het internet is niet zo goed. Spijtig genoeg. Dankjewel. Ik weet het, maar ik ga het niet zeggen. Hallo. Hallo. Ik ben altijd te vroeg, ik weet het. Nee, die Dank je. Ik had mijn best gedaan om nog te gaan winkelen, maar het heeft niet mogen zijn. Het was heel te druk. Nee. Het was niet druk bij nee, het was als het druk moet zijn, dan zie je geen kat in de winkel. Nee. Ken je dat? Dus daarmee was je niet druk aan. Dus ja. Ja, alleen het was echt kort aan de zijkantjes en van boven mag het ook wat korter. Ja. Want het is echt al gegroeid. Je denkt, het is een nieuwe kleur. Hè? Het is geel. Vorige keer was het nog roze. Ja. En binnenkort wordt het weer een nieuwe kleur. Maar die hadden ze niet in de winkel, maar... Je gaat alle kleur van de regenboog hebben gezien. Dus het gaat echt een speciale kleur worden. Het gaat extra kort zijn.
Nog korter. Nee, dat is oké. Je bent nooit even te koud worden. Het is niet nog mooi warm. Ja. Dat is goed voor de verwarming, hè? Ja. Moeten we die nog niet aanzetten? Ja. Mag nog even zo blijven. Ja. Vlierkleur is gaat er. Het kon niet geel dan dit. Ja. In het koopcentrum heb je zo een winkel, zo waar je die retonde hebt, zo in, daar heb je een winkel en heb je alle kleurtjes. Ja. Behalve lichtgroen. Dus als je dat wilt, dan vind je dat niet. Mensen zien niet graag groen, zal dat mee zijn. Ja. Dan kunnen we het weer recht zetten, hè, met Shell. Ja. We konden er bijna een staartje in maken, zei de juf. Ja. Ik zei tegen haar, als je dat ooit wilt doen, laat me weten. Je wordt toch eens een leerling gehad die dat gedaan had. Huh? Ja, hij was een jongen die had een staartje, zo op zijn palmboom op zijn hoofd, maar die vond dat mooi en waarom niet? Mm-hmm. Iedereen zijn dingen. Huh. Nog meer? Het is oké. Genoeg? Ja, ik kan er tussen jaren. Het is mooi, prachtig. Je hebt zo twee kleuren oranje. Mm-hmm. Ja, maar dat kwam omdat het roos was er niet volledig uit daarmee. Maar ik dacht toch dat geel erop. En dan is het wel groen. Ja. Dat ik groen achter, hè? Ja. Ja, vleurkleur, ja. En dan zien ze me nog niet rijden. Dan rijden ze me nog bijna van de baan. Ja.
Ja. Prachtig, dank je. Zo knap het allemaal zelf. Schoon, hè. Die dat je nog niet vaak hebt gezien, zo fluokleur, denk ik. Nee. Ja, klein, daar kon ik niet afhalen, helaas. Ja. Dat gaat niet. Toch niet als ik aan die bank sta. Misschien als, ik, als andere mensen op de bank staan. Maar bij mij is dat nooit. Dankjewel. Tot volgende maand. Als het weer gegroeid is. Je moet hopen dat het weer regent, dat groeit dat wat sneller. Ja. Ja, tadaa. Zo is een mensje, voilà. Maar nu ga je haar verven als die geel eruit is, dat is toch niet nodig. En voilà, ze. Hoeveel kost het? Wel, jullie mogen eens raden. Jullie mogen eens raden, ik heb maar 20 euro betaald. Dus, en ik heb nog wat heel veel over. Dus jullie mogen eens raden wat ik heb betaald. Ik ga hier eigenlijk als, al van kleins af aan, bij deze kapper, al van kleins af aan, ga ik al bij deze leuke kapper. Dus, intrekken, passeren, alles wat er wel komt uitzien. Het internet is helemaal geflipt. Ik kan niet meer meewerken, ik denk dat het internet hier. Zo. Jasje aan. Zo. Zo, 12, 18, 15, nee, doe er nog maar wat af, 15, 12, nee, dat is te veel, dat is te veel. Waar de volgende keer gel erbij, ah ja, daar heb ik niet aan gedacht. Ja, hij ook niet, ik vraag dat normaal altijd, maar dat maakt niet zoveel uit. Waar heb ik de sleutel gedaan? Altijd de sleutel. Ik haat de sleutel. De sleutel ben ik altijd kwijt. 10. Dat is nog te veel. Wax in de meestal. Ja, hier zit wax of shell, maar daar vraag ik. Ik ben dat eens vergeten. Ik vraag dat soms, maar soms vergeet ik ook te vragen. Dus, ik zal hem hier even instoken. Hier is de sleutel. Daar sluit het. Dat is zo. Dus, maar dat is ook omdat ik mijn helm op zet, is daarmee. Anders kom ik thuis en dan is er niks meer van te zien. Hè? 8 euro, bijna. Het is 7. 7 euro, mensen, voor deze coiffeur. Op de knaptand. Dat is een oude meneer, die is nu 74 of 72. En die doet dat nu eigenlijk al heel zijn leven eigenlijk. Is een kapper. Die is jong begonnen, met mijn oma kwam hier altijd, met mama ook. Ik koop een andere helm. Ik wil wel. Ga je sponsoren? Maar het probleem is alleen... Maar even, dat ik er nog niet kan komen. Zelf kan je thuis. Oh. Dat is waar. Zo. Dan gaan we nu... Ja, ik kan wel met de fiets rijden, maar mijn banden staan bijna plat. Dus dat is geen optie. Dus daarmee... Dus 7 euro. Ik weet dat is weinig, maar ik vind dat... Ja, hij doet het goed. Dus, dat past, ik 15 euro, dat gaat ook nog. Dus, ik ben tevreden. Dus, meer moet dat niet zijn, hè. Ik moet tevreden zijn. Dus,
Hier heb je eigenlijk heel veel kappers. Dus, maar ik ga altijd bij dezelfde. Ook omdat hij mij kent en zo, die weet hoe dat ik in elkaar zit, dat is wel gemakkelijker. Ik was vandaag wel wat stiller, dus dat wel. Dus, zoveel te beter, ja. Jullie wilden mijn kapper zien, jullie zeggen, vraag mijn kapper. En dacht zo van, dan neem ik jullie gewoon mee, dan kun je mijn kapper eindelijk eens een keertje zien, hè. Want dat is de meest gestelde vraag altijd. Dus, telefoon nu, ik heb het niet gezien. Allee, Soraya, hoe is het mogelijk? Je hebt het leven, je hebt het gemist. Allee, ik zal zien of ik een klein stukje nu kan opplaatsen op de line. Hoe noemt die kapperzaak? Die noemt Etienne niet meer. Etienne is dat gewoon Etienne. Ik knap dan schaats in die traas. Niet gesponsord trouwens. Ik heb eerlijk betaald, dat hebben jullie allemaal kunnen zien in de live dat ik eerlijk heb betaald aan die meneer. En ik heb ook dankjewel gezegd. Ik moest niet zeggen, ik heb gezien, die meneer wist al dat ik zo kort wilde. Die vroeg zelfs nog korter. Ja, dat doe ik meestal in de zomer. Hè. Zomer, dan zei ik altijd nog korter, maar nu... Nee, dat was niet nodig, want het is nu wel warm, maar de winter is coming, hè. Iets of wandelen, wandelen. Ik ben aan het wandelen. Omdat de band van achter plat staat en ik moet het dringend op pompen. Ik wil nog vragen. Een begeleiding, maar je bent vergeten, dus daarmee dat ik een stukje te voet moet gaan, omdat die echt op plat staat. En als je ermee rijdt, dan rijd je eigenlijk je zo moe en kapot. En ook met de gsm mag dat niet, hè. Ja, omdat ik die niet aan mijn ding wil hangen. Trouwens, je weet nooit wat er gebeurt, hè. Ik kan een keer vallen, oké. Okay. Dan ben ik extra beveiligd. Ja, dat vind ik leuk, voor die kapper live gaan, ja. Dat is wel spannend, eigenlijk. Maar deze, die weet dat ook. Die is ook al vaak in mijn vlogs geweest. En die denkt, doe maar gewoon. Maar maakt mij dat uit als ik in beeld kom. Die de mens is dat gewend van mij. En nu ook, ja, nu is dat wel makkelijk. Er is nooit niet veel volk. Dus dan is dat wel gemakkelijker. Dan kun je dat ook gewoon doen. Als er veel volk is, ja, dan wil die andere mensen ook niet in beeld. Maar met deze kapper maakt dat niet uit. Dus die denkt, doe maar gewoon. Dus die is al meer gewoon. Dus dan... en een camera voor zijn neus te krijgen. Ja. Bijvoorbeeld, mijn broer heeft ooit daar zitten een uur bijna gezeten aan het twijfelen of wat hij nu rood of toch blond ging. Dus die de mens heeft al wat meegemaakt. Dus, ben je aan het fietsen? Nee, dat is veel te gevaarlijk met fietsen. Dus dat doe ik nu niet. Fietsen. Dat is ook een slechte voorbeeld. Dat je kunt geven. Dus nee, ik ben niet aan het fietsen. Als je nu een driewielen zou dan niet pakken, dan zou je een vierwielen pakken. Hè? Nou ja, als je dat toch moet kiezen, dan is het... ja, soms word je al eens een keer herkend. Er zijn veel kinderen buiten nu. Ik was ook nog gaan winkelen en zo van die dingen allemaal. Dus dat was echt wel geen alle dingen. Het is goed weer buiten, het is echt warm. Ik had het nooit verwacht. Ik denk dat ik nog naar de Beenhouwer ga. Denk ik, voor wat hak te halen en zo. Dat kan niet doen. Ik heb ook nog pannenkoeken mee. Wat doe je als werk? Ik werk op een kleuterschool. Ik help daar. Als vrijwilliger. En ik heb extra dagen gevraagd om te mogen komen helpen. Dus ik hoop dat dat snel in orde is, zodat ik zo snel mogelijk extra dagen kan. Halve dagen. Dus kijk daar wel naar uit. We gaan hier oversteken. En dan door het park. Een nieuw werk klopt nu momenteel niet, omdat ik alleen maar op maandag moet gaan en het is donderdag, dus dan werk ik niet. Goed kijken hoe de auto's komen. Nee, dat wil ik nog niet op de live hebben dat ik omver gereden word. Dankjewel voor de roos. Dankjewel. Ik moet echt zo'n houder hebben, maar die heb ik nog niet gevonden.
Dus straks voel ik iedereen direct, maar dat gaat nu niet. Ik heb maar 2 handen gekregen, helaas. Gelukkig soms denk ik dan om jullie hier aan te hangen. Maar als ik eentje kopen, zou ik investeren in een goede. Ene dag ook waar dat je zeker van dat het waterdicht is en zo, waar dat je de gsm ook kunt steken als je bijvoorbeeld eens weggaat of zo. Dus daarmee, inderdaad, in een kleuterschool. Dus daar werk ik. In 2 zelfs. 2 zelfs. Dankjewel. Heb je geen ouder meer? Nee, die is kapot gegaan. Met die storm is die kapot gegaan. Ik was aan het fietsen met Enzo. En hij vloog van stukken heen. Ik heb niet de moeite nog gedaan om het op te rapen. Normaal raap ik dat op, maar was op de baan en dat was veel te gevaarlijk. Die was gewoon bam kapot. Dus die heb ik niet meer, helaas. Dus helaas. Dus kijken welke kindjes er aan het spelen zijn in de speeltuin. Ik heb hier toch nog tijd en het moet voor niemand thuis zijn. Dus ik ga even aardig. Zo. Ben je in het park? Ja. Dankjewel voor de roosjes. Mijn vazen zijn niet groot genoeg. Nee, het is niet van de school. Het is me niet genoeg. Was het maar eens geen waar. Iemand een eend hebben? Ik heb hier eenden genoeg, hè. Dus als iemand een eendje moet hebben, die zijn er te vinden, hè. In het park. Hier ben ik veel geweest. Hier ben ik ooit geweest, hè, tante. Samen met jou, hier hebben we heel veel oprits meegemaakt. Superveel. Hartjes terug. Ik ga je later de volgende keer, tot de volgende keer, Soraya. Ik ken je al lang, hè. Zal je straks eens sturen. Amai, de scholen komen buiten. Is dat omdat ik ook buiten ben? Die zijn wel groter, die gaan. En hebben meer kans dat je herkend wordt. Ben je vandaag nog niet herkend geweest? Volgende keer stuur ik een vaas. Dat is een goed idee, dat ik al die roos erin steek. Maar ik heb een vaas staan. Maar een vaas, dat moeten ze nog uitvinden. Een vaas. De volgende gift is een vaas. Kijk, al die roos erin steken. Van TikTok, van YouTube. Mensen spreken mij altijd aan. Van ja, ik ken je van TikTok. Of ben je die van TikTok? Dat ben ik altijd. Ja, dat ben ik. Dan kijken die mensen me altijd aan. Van. En dan gaan die op je foto. Sommige mensen die vragen dat gewoon en die vragen geen foto. Andere mensen vragen daar wel een foto. Dus, ja, mensen spreken me echt aan. Zelfs tijdens de zomerrit ga ik nooit meer vergeten. Dat gaat echt een ervaring zijn. Een herinnering dat ik altijd ga meepakken. Tijdens dat Richie buiten komt en dat ze naar mij toe komen voor een foto en niet naar Richie. Ja, Richie was op dat moment niet populair genoeg. Ik was populairder dan hem, vond ik wel. Met de leukste eraan. Zo. Het is fijn voor je, ja. Ik zeg dat is iets dat ik nooit meer ga vergeten. Maar niet oversteken.
Also. Er stopt dus echt niemand voor zijn ogen te laten. En dan denk je, nee, waarom niet? Ja, moest je nu zeggen dat je op fiets over hebt en dat begrijpen. Maar ze stoppen gewoon niet. Gewoon allemaal door. Gelukkig was het dan niet zo druk, want nu komen de meeste auto's. Al eens gezien. Dat is denk ik ook wat dat cool is. Maar ik denk ook wel je vermoeid moet zijn. Dus. Ik ben aan het wandelen. Ik ga naar de beenhouwer. Om af te halen en zo. Hey, welkom. Welkom allemaal. En dan ga ik lekker eten. Waarom wandelen? De band zal van achter plat de eerste halen, omdat je met de gsm niet op de fiets mocht rijden, want dan heb je boete. Dus daarmee. Maar ook omdat de band plat staat, want ik kan niet helemaal gewoon steken. Maar de band staat plat. Die moet dringend opgeblazen worden. Gepompt worden en zo. Maar ik ben daar niet zo goed in, dus. En zo kan het ook aan. Dan gaan jullie met mij nog een stukje mee. En ik kan ondertussen met jullie praten, en dan ben ik niet zo alleen. Ik ging altijd dezelfde weg. Altijd. Omdat het toen nog niet plat stond. Het is pas nu dat het plat staat. Maar dan was ik te voet gegaan over naartoe. Waarom altijd dezelfde video van daar? Makkelijk is. Altijd. Als ik hoog, dan moet diezelfde weg zijn, anders dan komt dat niet. Als ik ergens koop waar ik moet omgaan, dan schiet ik in paniek. Dus daarom neem ik altijd dezelfde weg. Tenzij er natuurlijk werken zijn, dat niet anders kan, dan neem ik een andere weg. Maar dan ben ik daar wel altijd over aan het nadenken. Ja. Dat heeft iets te maken met mijn autisme, dat ik altijd dezelfde weg neem, die ik ook gewoon ben. Dus het is altijd dezelfde weg. Dat is ook precies een touw dat je hebt getrokken en zo. En dat is, wat ga je kopen met wie? Nou, gehakt ga je kopen. Dus, en misschien paneelmeel, dat kan ook een hele goed hebben. En dan zal het zijn dat ik dat moet kopen. Want de rest heb ik allemaal gekocht in de andere winkel. Dus ik ga van een kanton maken. En zaterdag en zondag is het spaghetti. Dus die heb ik ook al meegebracht. Boter heb ik nog en zo dingen allemaal, die moet je mee. Dus ik maak elk weekend posters spaghetti. Maar de mensen weten dat niet altijd. Omdat ik dat ook niet altijd in beeld toon. Omdat dat niet belangrijk is van mij. Dat is een stuk van mij. Maar dat is niet iets wat ik al ga laten zien in de lives of een video van ga maken. Dus omdat ik meer ben dan de bossen spaghetti alleen. En dat wil ik aan de mensen laten zien. Frikandon is ja vleesbrood, hoe dat jullie dat ook mogen noemen. Maar ik ga straks wel, als ik bij de benen aankom, wel kijken. Misschien afsluiten. Dus dat de batterij is ook bijna plat en zo ding allemaal. Dus. Jammer. Ja, hij was volledig opgeladen, maar nu niet meer.
hoe moet je dit maken? Dat staat ook, je maakt gewoon, je neemt je gehakt, doet een eitje, dan breek je eigeel, witgeel, dan up, drop, dan goed kneden en dan paneelmeel, dat ook kneden en dan in de oven. Dan neem je zo'n pot, kommetje, dan boter in en zo ga je dan in de oven zetten. En alle fans die wel sympathiek zijn in de lach, dankjewel daarvoor. Ik ga dat eten met puree. Je kunt het ook gewoon zo eten met kriekjes of met tomatensaus. Maar ik eet het altijd met tomatensaus en aardappeltjes. Ofwel doe ik het hak dat ik nog over heb van die frikandon, die gebruik ik dan ook voor de spaghetti. Zodat dat dan, ja, ik heb voor de roos, voor dat niet weg te gooien natuurlijk. Dat is natuurlijk logisch. Ik ben eigenlijk iemand die niet zoveel eten weggooit, dus ik gebruik dat dan ook voor de spaghetti te gooien. En dan heb jij gewoon gehakt met, voor je spaghetti. Dus, dat is lekker. Ja. Het kan soms ook eens gebeuren dat het andersom is, dat ik bijvoorbeeld het er al in doe, de spaghetti en al wat ik nog over heb, dat ik daar de frikandon eet. Dus dat gebeurt ook al eens een keer. Ben je onderweg naar de kapper? Nee, ik ben al bij de kapper geweest. Ik heb mijn haar laten kort scheren. En, natuurlijk nog wel een beetje dat je mijn kleur ziet natuurlijk, want anders heb je er voor niet gedaan. Dus een beetje korte haar, is eigenlijk echt een jongenskoep. De 15 is er terug te pakken. De beenhouwers. Nee, de andere beenhouwer. Dus in mij deze week nog geen hamburgers waren, want die is gesloten. Ik pak altijd bij dezelfde de hamburgers, bij de ander neem ik de worst en de gehakt. Aan dag woensdag 5. Dus zo is dat gepasseerd. Dus. Ik ga zien of ik de beelden online kan zetten. Sowieso gebruik ik dat anders toch altijd. Dus ga het bekijken. En dan knip ik dat en dan plak ik dat allemaal een beetje aan elkaar. Dus zo gaat dat hier. Als je denkt dat ik het tik, ja, ik heb ze van die bolletjes aan mijn fiets hangen. En dat gaat over een twee ramen, over mijn spaken. En daarom is dat tik, tik, tik. Kijk, dat kun je misschien wel goed zien. Dus, dat klopt, ik was daar aan het wandelen. Ik zag daar, ik hoorde een kindje spelen en ik dacht, ik ga toch eens gaan kijken. Of het van mijn school was of niet. Maar het was niet van de school, dus spijtig genoeg. Dat vond ik wel jammer. Anders had ik mijn collega's nog eens gezien en zo dingen. Ik heb zin in mijn teken, dat is ook heel lekker. Dat doe ik altijd. Zo. Zo, dan ga ik jullie laten. Dan hoor ik jullie allemaal binnenkort weer terug.